Een hele goede morgen. Het is vandaag 4 december, oftewel dag 4 van Vlogmas. Nou, ik ben eerlijk gezegd al een tijdje wakker, maar het is pas heel laat licht in de ochtend. Dus daarom dat ik nu pas aan het vloggen ben. Ik ga me heel eventjes klaarmaken voor de dag, want ik zie op dit moment echt bijna niks. De vlogcamera is één grote blur, want ik heb mijn lenzen niet in. Ik was al wel even begonnen met een beetje werken, want ik moest nog heel veel foto's editen. Dus dat heb ik alvast gedaan. En dan ga ik me dus nu heel eventjes opfrissen en dan ga ik even de rest van het artikel aftikken. Want Larissa en ik hebben een deadline voor een artikel die we vandaag even af moeten maken. En we moeten nog de vlog van gisteren editen. En we moeten nog een hele hoop andere dingetjes doen. Maar ik ga straks eventjes met Larissa afspreken. En dan gaan we eventjes kijken hoe en wat. Ik vergeet het alweer bijna. Ik moet de adventskalender even gaan openen. Laten we eens even kijken wat we nu kunnen gaan openen. Ik vind het zo moeilijk. Waar is nummer 3? Ik zie hem echt niet. Waar ben je? Hè? Nee, sorry. Ik zoek naar nummer 4. Goedemorgen. Hier, ja. Jeetje. Ik doe het ook zo netjes allemaal, hè. Zo, dit is een groot... Wat is dit? 3 keer mini paper gift bags. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat is grappig. Wacht, ik ga het heel veel openmaken. Oh, dit is echt super schattig. Want dit zijn, hier kan je dus, dit zijn eigenlijk cadeaupapiertjes. Die heb ik er niet in verwacht. Oh my love, from Santa. En eentje met cadeautjes erop. Nou, super schattig. En dan hier zoek ik ook naar nummer 4. Nummer 4, nummer 4. Where are you at? Hier. Verbena Body Lotion. Oh, deze is heel erg lekker. Deze is ook heel erg fris. Op de achtergrond hoor je mijn waterkoker die ik aan heb gezet. En ik ga een poptaart in de broodroosje doen, want daar heb ik gewoon heel veel zin in. Zo. En nu is het weer tijd om de adventskalenders erbij te gaan pakken. Dus ga ik eventjes doen. Zo, dus het is vandaag alweer 4 december. Dag voor Sinterklaas. Ik vier trouwens geen Sinterklaas. Als jullie het wel vieren, let me know even in de comments. En laat me even weten hoe je het viert. Is dat met pakjes? Is dat met een surprise? Is dat met dobbelspel? 3 keer mini paper gift bags. Oeh, dat is zo schattig. Vind ik echt super leuk. Had ik helemaal niet verwacht dat ze dit erbij zouden doen. Ik dacht eigenlijk dat er alleen make-up bij zou zitten. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dat vind ik wel heel erg leuk voor de afwisseling. Nummer 4. Let's see. Ik hoop eigenlijk dat er deze keer een beetje wat meer een Christmassy winterachtige poster in zit. Want dan kan ik zeg maar een beetje gaan kijken van wat voor posters ga ik nu op mijn kamer ophangen. Volgens mij is die niet heel erg winters of Christmassy. Even kijken. Oeh, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ho. Het is een afbeelding van een meisje met een heel bijzonder kapsel. Een bobje. Ik vind hem wel heel erg gaaf. Is dit een beetje winters Christmas? Op zich wel, door de oranje en gele kleuren misschien. Nou, dat waren de adventscadeautjes voor deze keer. Oeh, en ik ruik ondertussen echt heel erg mijn poptart. Ik ga hem nog heel even een seconde erin doen. Heel eventjes, dus ik moet, moet erbij blijven. Ik moet jullie natuurlijk wel een beeld hebben. En mijn water is ondertussen ook klaar. Ik doe trouwens altijd maar de helft van mijn beker met heet water. En dan doe ik de rest met koud water, omdat ik anders zo lang moet wachten. En dan ga ik lekker voor een wit theetje vandaag. Ik ben even van de computer weggekropen, want ik heb daar nog even wat werk gedaan aan een artikel samen met Tara. Tara is niet hier, maar die zit bij haar thuis. Maar gewoon via de computer zitten we aan hetzelfde artikel te werken. Maar ik ga nu eventjes mijn make-up doen. En ik heb volgens mij weer een filter over deze... over dit beeld zit. En dat doet de camera zelf. Dus dat doe ik niet expres. En het is best wel opvallend volgens mij. Maar ik kijk in de spiegel en ik zie nu pas zeg maar hoe rood weer mijn huid is. En het jeukt ook gewoon heel erg. Omdat het volgens mij heel droog is. Dus ik ga gewoon eventjes extra moisturizer opdoen. En dan de rest van make-up. En dan kom ik zo bij jullie terug. Dus tot zo. Oké, ben ik weer. Laatste keer dat ik incheck, had ik volgens mij geen make-up op. We zijn even verder, want ik moest nog best wel wat dingen doen die allemaal wat langer duurden dan ik had gedacht. Maar goed, ik ga denk ik zo meteen de deur uit, want ik moet echt even naar Tara om het een en ander samen te doen. En ik dacht, voordat ik de deur uit ga, ga ik jullie eventjes mijn outfit of the day laten zien. Sorry jongens, het is niet enorm spannend, maar het is wel heel erg comfy. Het is weer dezelfde trui als gisteren volgens mij. Van Macy's. Het is gewoon echt een wollen trui. Dus gewoon heel erg lekker en warm. Deze broek is lekker flared. En dit is echt gewoon net een pyjama. Maar het is wel echt heel erg leuk. En hieronder doe ik denk ik nog eventjes mijn Vans. Ik denk nu waarom laat ik zeg maar deze outfit zien. Want het was echt niks bijzonders aan. Maar goed, ik ga eventjes mijn tas inpakken. Dat wordt deze Fjallraven. En ik neem mijn laptop mee. Ik neem wat andere spulletjes mee. Die harde schijf die ik trouwens voor Tara had besteld. Ik denk dat dat het was. Want we hebben bijna alles nu bij Tara liggen. Mijn camera en dergelijke. En ik moet plassen. Dus ik ga nu eventjes de camera neerleggen.
Oh. Kapje eraf is ook wel handig. Outfit of the day, poging 2. Ik heb even een muts opgedaan. Met zo'n lief pompommetje. En mijn jas van H&M. Dus dit is de look. Ik vind het wel chill eigenlijk als ik het even over mezelf mag zeggen, toch? Ik moet even muziekje opdoen tijdens het fietsen. Dus ik ga weer voor de electric indie lijst. Shuffle. Ja, yep. Oké, okay, snel op de fiets, want het is koud. Tot zo! Larissa en ik zijn inmiddels al een tijdje aan het werk. Daar ben ik al opgemaakt en we hebben net heel veel foto's gemaakt. We moesten echt even aan de slag. Dus vandaar dat we eventjes een tijdje niet hebben geüpdate. En Larissa zit bij mij in de haar woonkamer. Ik zal eens even kijken waar ze uitspookt precies. Hallo! Hallo! Lekker aan het werk? Ja! Ik ben met je nieuwe harde schijf. Maar werkt als een tierenleer, dat wel. Zoals je ziet is Larissa niet in de allerbeste bui. Nee, echt, want het is echt een soort van Blue Monday vandaag. Ja, want het gaat gewoon... Oh, die bloemen zitten precies voor je hoofd. Die zijn nog fleuriger dan mijn eigen hoofd, denk ik. We hebben vandaag een beetje problemen. Larissa's mailbox doet het niet, waardoor we iets... Veel te laat hebben ingeleverd waar we juist zo hard aan hebben gewerkt om het op tijd in te leveren. Op de vlog, de vlog van gisteren... Die zijn we nu nog steeds bezig met uploaden. We waren al vanmiddag mee bezig. Maar die doet er gewoon uren over. Ja, het gaat allemaal even niet zo lekker. Het is echt raar allemaal. En ik moet nu waarschijnlijk hier blijven bij Tara thuis. Zodat de video online is. Want zij gaat straks weg. Ik ga straks Sinterklaas vieren. Bij de schoonouders. Ja. Dus ik kan ook niet zeggen. Tara, blijf lekker thuis. En zoek het lekker zelf uit. Nee. Het gaat helemaal soepel. We love it. Mondays. Ja, ik ging eigenlijk best wel goed vandaag. In maandag, maar het is toch omgeslagen. Betekent nu dat ik iets slechts mag eten? Ja, dat maakt het wel. Zo, ik zit inmiddels in de auto en ik ben onderweg naar de ouders van mijn vriend. Want we gaan zo even kaas fonduen, omdat het Sinterklaas is morgen. Maar zoals jullie weten breng ik eigenlijk mijn vriend nooit in beeld. Dus het zou ook een beetje raar zijn als ik dan mijn schoonfamilie in beeld breng. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen. Wat ik wel ga filmen en hoe ik het ga filmen, weet ik nog eventjes niet. Maar dat zullen jullie straks allemaal wel zien. Ik heb nu eindelijk Vlogmas van gisteren, dus Vlogmas 3, op mijn harde schijf gekregen. En hij is nu nog wel aan het uploaden. Het duurt nog meer dan anderhalf uur over. Wat echt heel, heel, heel erg lang is, aangezien we er al... Dus 3 uur op wachten of zo. Dus ik ga nu naar huis fietsen. Want ik moet ook echt een keer gaan eten. En ik heb super honger. En dan ga ik gewoon vanaf mij thuis ook proberen de video's te uploaden. Ik vind het in ieder geval echt heel, heel, heel erg vervelend altijd. Als video's niet op tijd komen en pas zo laat online komen. Dus ik hoop dat jullie niet iets hebben van... Jeetje, wat zeur je er allemaal over. Maar ik vind het gewoon heel vervelend altijd. Want wij zijn al heel erg consistent met wanneer we uploaden. En dat het altijd online staat. En dat het nu al gewoon fout gaat... Met Vlogmas nummer 3 is... Oh, ik zeg 4, maar ik bedoel 3 is wel echt heel erg vervelend. Maar goed, hij is wel heel erg gezellig. Dus ik hoop dat jullie hem alsnog hebben gezien. En anders zou ik zeggen, stop nu met kijken naar deze. En ga even naar die van gisteren. Silly gedag zeggen, want die komt nu naar me toe lopen. Ik denk misschien dat hij weer een snoepje van me krijgt. Daar gaat hij. Waar ga je heen, Sil? Daar is niks. Ik ga hem even een snoepje geven. Zo, dat pijn in mijn vinger. Nog één. 4 snoepies. Sil, is dat wel lekker? Hallo? Ik denk dat dat een ja is. Hallo iedereen, ik ben inmiddels weer thuis. En ik ben nog steeds aan het wachten tot de vlog wordt geüpload. Ik ben ook ondertussen eten aan het maken. En ik was ondertussen ook Vlogmas aan het kijken van Zoella. Dat is een van mijn favorieten om te kijken. Maar er is één dingetje die mij nu opviel en waarvan ik iets heb van, wat vinden we hiervan? Of wat vind ik hiervan? Het gaat namelijk om deze Vlogmas. Dit is nummer 3. En hier praat ze over dat ze zeg maar zo'n Christmas box had uitgewisseld samen met Joey van Joey Casava. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Het enige is dat ze zeg maar nu zijn video aan het kijken is. En je kan in deze video in haar Vlogmas zien... Dat ze volgens mij niet geabonneerd is op zijn kanaal. Is dat niet een beetje raar? Ik weet niet. Ik probeer het zeg maar... Je kan het niet heel goed zien. Maar als je goed kijkt, dan kan je het wel zien. Want ze laat namelijk dit stuk zien. En dan op een gegeven moment haalt ze de camera weg. Komt volgens mij bij 9 minuut 48.
Ja, daar haalt ze hem weg. En dan zie je rechtsonder, zie je rood, volgens mij subscribe staan. En op zich hoef je niet, zeg maar, op iedereen geabonneerd te zijn. Ik bedoel, ik ben ook niet op iedereen geabonneerd. Toch verbaast het me ofzo. Omdat ze, zeg maar, al zo lang elkaar kennen, meerdere video's met elkaar hebben opgenomen en ook nog een box hebben uitgewisseld, had ik eigenlijk soort van wel verwacht dat ze op elkaar geabonneerd zouden zijn. Het enige wat ik nu kan bedenken is, ze was niet ingelogd op YouTube en op die manier is ze naar de video gaan kijken. Of ze was misschien, ingelogd op een ander account wat niet misschien haar Zoella account is. Of ze is misschien wel geabonneerd op zijn kanaal via haar Zoella account, maar niet volgen via haar More Zoella account. Is even een gedachte die in me opkwam. Anyways, ik ben inmiddels dus nu in de keuken aangekomen. Ik zei volgens mij eerder tegen Tara van, is het een reden om vanavond iets slechts te gaan eten? Maar het is maandag en dan om de week al te beginnen met slecht eten. En dan heb ik het echt over lekker veel friet, lekker veel saus, lekker veel, aka een kapsalon. Oh my god, ik vind dat zo lekker trouwens. Niet normaal. Ik dacht om nou de week te beginnen met zoiets slechts, dan weet ik niet of ik dan de rest van de week, ja, aan kan, zeg maar. Dus wat ik heb gedaan is aardappelen op het vuur gezet. Rode kool had ik ook nog. En ik heb een rookworstje in de magnetron zitten die zo meteen werd opgewarmd. Dus het wordt een lekkere Hollandse pot. Weet je, ik heb daar echt enorm veel zin in. Heb ik daar even veel zin in als een kapsalon? Misschien bijna. Weet je, dat lijkt me eigenlijk ook wel gelijk een leuke vlogvraag. Wat is jouw... Nee, eigenlijk eerst is de vraag, hou je ook zo van Hollandse pot, stampotten? En zo ja, wat is jouw favoriete stampot? Oh, en ik wil trouwens niemand buitensluiten hoor. Dus als je iets hebt van, ik kom niet uit Holland en ik heb een ander favoriet gerecht of iets wat bijvoorbeeld klassiek is in jouw land, laat me eventjes weten. Ik ben heel erg benieuwd wat jij heel erg lekker vindt om te eten. Nou, het eten is klaar en we gaan nog een aflevering kijken van The Punisher. En die vond ik namelijk wel erg interessant. Zo, we zijn weer thuis en we hebben net lekker gekaasfonduut bij de ouders van mijn vriend. En daarna gingen we dobbelen. Blijkbaar ben ik een beetje goed in het spel, want ik heb echt super veel dingetjes mee in huis gekregen. En ik zal even laten zien wat ik allemaal heb gewonnen met dobbelen. Nou, mijn vriend die had een chocoladeletter en Pringles. En de rest is eigenlijk van mij. Ik heb hier een nootmuskaten. Zinny. Ja, wat is dat allemaal? Geen kattenvoer. Een raspje voor nootmuskaat. Heb ik hier nog een, oh, een ander mini raspje voor op tafel. Dit is een rijsttandenworstel. Lijkt me ook heel erg handig. Dus ik ben heel erg blij dat ik die mocht houden op een gegeven moment. Speculaas. Die heb ik al opgegeten. Chocoladeletter. Stroopwafels en wijn. En we hadden heel veel dingetjes. Echt van wasknijpers tot biertjes tot allemaal kerstversieringen en dergelijke. Maar ik ben gewoon gegaan voor het eten. En dat is gelukt, dus ik ben er heel erg blij mee. Dankjewel. Silly, wat vind jij ervan? Kom eens hier. Hey. Leuk hè? Ik heb me even verplaatst naar de badkamer, want ik heb zo'n ontzettende jeukende huid. Het is echt omdat het gewoon nu in één keer winter is geworden. En ja, je ziet het misschien wel hier bij mijn kin. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en een maskertje opdoen. Want dat kan wel een keertje. Ik doe dat niet heel erg vaak, maar ik denk dat ik dat wel heel erg nodig heb. Ik heb hier nog steeds die Action Zwarte Black Charcoal Cleansing Wipes. Ik denk niet dat ik het nog een keer ga kopen als ik bij de Action ben. Oh, trouwens. Leek me trouwens wel leuk om sowieso deze week naar de Action te gaan. Want ik wil wat kerstspulletjes gaan kopen. Dus dat ging natuurlijk sowieso nog terugzien in een van deze Vlogmas vlogs. Maar ik denk dat ik dan gewoon weer die echte, of die normalere doekjes koop. Want ik vind niet dat het make-up heel erg goed verwijdert. En dan kan ik nooit zo heel erg goed zien of ik nou, zeg maar, echt alle vel eraf heb gehaald. Zeg maar, nu kan je het wel echt goed zien, omdat er natuurlijk heel veel foundation op zit. Maar als ik vaak voor een tweede rondje ga, dan zie ik niet echt van hoeveel make-up er afgehaald wordt. Omdat het dus een zwart doekje is. En ik ga dit masker vandaag gebruiken. We hebben namelijk van Bobbi Brown weer wat spulletjes opgestuurd gekregen. En er zit toevallig een gezichtsmasker bij. Dus ik dacht, dat is wel heel erg fijn. Het ziet echt zo ontzettend mooi en cool uit. Dit is de Radiance Boost Superfine Walnut Grain and Orange Oil Exfoliating Mask. Nou, ik heb hier echt heel veel velletjes, dus dat is heel erg lekker. Ik heb nog nooit een Bobbi Brown masker of zo geprobeerd. Het ruikt echt in ieder geval heel erg lekker. Oeh, het heeft hele fijne
stukjes erin zitten. Ruikt in ieder geval heel lekker. Het is zeg maar niet te citrusy. Oeh, maar die scrubdeeltjes die zijn, voel je wel zeker goed hoor. En dan moet ik het nu 2 tot 6 minuten laten zitten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze vlog te zien. Ook al was deze een beetje all over the place. We gaan het hierna wel weer proberen om meer op te pakken, maar... We moeten het ook combineren met het werk wat we doen. En maandag is voor ons altijd echt de drukste dag van de week. Hoe dan ook, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ik wil jullie in ieder geval een hele fijne dag toewensen. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer terug. Doei! Doei!